scoren. Maat. Een nieuwe dag op staan, maatje. Hoe laat is het? Veel te vroeg. People keep talking, I just keep winning. I'm just like fuck. They talking reckless. I don't believe them, I think they bluff. They just want pound. I'm just so vibing. I'm just like fuck. Yeah. Everybody trying to get a rise out of me. Escrow's trying to get a high out of me. I don't talk bad unless you're worthy. Hang them packs up like jerseys. 25 back for lies on me. My family relies on me. 3-5 stars at my home though. Het is weer tijd om terug naar de bewoonde wereld te gaan. De trip op de boot zit erop. En nu gaan we weer terug naar Hanoi en daar gaan we een streetfood tour doen. En daar in de nachttrein. Maar dat duurt nog eventjes. Dus eerst hier een boot af. We zijn weer terug in Hanoi. Nu is het tijd om even wat typische fruithapjes te proberen. Die ze hier eigenlijk als doorgaans snoep eten. Dus mensen eten hier meestal geen snoep. Mensen eten hier fruithapjes. Er zit een hele hoop kruiden en een hoop gerechten overheen. Die gaan we nu proberen. Nog prima of zo, maar niet wat ik zeg maar zou kopen. Dank je. Dat komt niet nodig. Wat? We hebben kiwis, we hebben mango. We staan nu bij een foodstand en daar gaan we iets halen en dat heet Bang Me. Oftewel in het Engels, neuk mij. Ik vroeg het ook al aan die vrouw, ik snapte er zelf eigenlijk helemaal niks van. Maar uiteindelijk betekent het dus gewoon blijkbaar brood en dan zit er iets in, een soort van sandwich. Of het lekker is, ik weet niet, maar we gaan erachter komen. Bang me 25 times. I'm just kidding. Oeh, yeah it is. Ah, oh, perfect. Bang mi. Bang mi. Met tofu. Part of the bamboo. So I think what they do is they go down and then they just continue down. Ik moet zeggen, dit is tot nog toe het lekkerste wat ik heb gegeten in Vietnam. 100%. Ja. 10 punten. Oké, okay, dit is een fruit wat ik eigenlijk altijd al heb willen proberen. Het ruikt naar fruit met benzine eroverheen. Het stinkt super erg, maar online zeggen best wel veel mensen dat het of heel erg lekker is of heel erg vies. Dus ik wil even goed zelf bepalen wat ik ervan vind. Dus komt ie. De lucht naar fruit voor het smaken van ijs. Smells like... It's alright. I don't think it's like one of my favorite fruit, but... I can eat it. We gaan nu de nachttrein pakken naar Hue. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik weet wel nog van Thailand de nachttrein. Toen konden we eruit hangen, dus gaan we nu gewoon weer proberen. Dus ik hoop dat het lukt. Let's go! Dit is de Love Room. Daar worden zeg maar alle kleine Vietnamese baby's gewekt. Nou, daar zitten we dan, in de trein, in de coupé. Er slapen totaal 4 mensen hier. En wij weten toevallig al dat die bovenste hier recht bij de airco zitten. Dus Rob en ik zijn slim geweest en we hebben alvast even de onderste bedjes geklimd. Dan gaan we vanavond hier bier drinken. We hebben alle lokale biertjes bij. Die hebben we net gekocht. En party. Oh, you guys are just taking the two. Ik heb wel een beetje slecht nieuws. Want ik heb gezien dat bij die deur heb je een bepaalde sleutel nodig om hem open te maken. En dit is een redelijk nieuwe trein. Soms heb je echt van die oude skeren kuttreinen, wat ik juist leuk vind. Maar dit is een best wel nieuwe trein. Dus ik ben er bang voor. We gaan wel proberen om de deur open te maken om er uit de trein te kunnen hangen. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. In Boekarest is het gelukt, maar ja, dit is een andere locatie en vaak is het lukt die shit. Laten we maar gewoon beginnen. Ja, dit stond werkt niet, maar er zijn hier meerdere deuren. We hebben nou 1 deur geprobeerd. Daar is nog een deur, daar is nog een deur en daar is nog een deur. Dan gaan we een ander slotje proberen. Oké, ik ga even kijken wie er komt. Oké, niemand is.
blok eruit halen. Dan gaan we even rustig uit de trein af. Ja? We hebben het stoel losgemaakt, maar we hebben nog één obstakel te gaan. Dat is deze. We hebben een soort van tang nodig of zo. Die gaat ook al fucking makkelijk open. Wat gebeurde er hiervoor? Wat heeft hij gedaan? Ja, hij gaat hier gewoon die muis kapot lopen stampen hier midden in de kamer. Wat een kerel, joh. Met mijn slippers aan ook nog gewoon, hè. Ja, dat is... Dat What do you think about it? I just don't want to sleep in here anymore. You know? No, he's right there. It's another mouse in here. Do we have somewhere where we can put the rest of these chips? Yeah. So we can use this. In the slipper. And put it in outside the room. Yeah. I got the mouse. And then I kept will release it tomorrow. Same mouse. Loskunde danskunde har också en mus eller två. What's with all these YouTubers? I saw you still in the content. I saw the same one from this room. Ja, maar oké, jongens, gelukkig hebben we de muis levend gevangen. Wil je weten hoe dit gaat aflopen, wat wij met die muis gaan doen? Zorg dan dat je even abonneert op ons kanaal, want ik weet dat 50% niet geabonneerd is. Dus nu abonneren, op dat belletje drukken, duimpje omhoog voor deze muis. En wil jij nou ook een reis maken met Kilroy, iets doen in de wereld? Check dan even het linkje in de beschrijving. En daar hebben we ook nog een kortingje voor jullie. Dus ik hoop dat jullie eventjes een kijkje gaan nemen. En dan zien we volgende week weer hoe het met deze muis afloopt. Ciao. Ja, we gaan nu de muis vrijlaten, maar voordat we dat gaan doen, willen we natuurlijk wel even gebruik van maken. Dus we gaan even wat drinken. Zullen we onze draft van chats? Dat is een spelletje. Look at this. Look at this. Oh, we guessed one. Can I see? Wait, I need to put it for you. Listen, what's up with that? I think she wants some chips. All right, let's release it. Let's release it. I think she wants some chips. Oh, no, no, she has. No. Shut here, up. Here, have a look. Stop it. Alright, have a good night everyone. We're going. Het is maar een klein stukje dat hij naar beneden valt, dus dan moet hij wel overleven. Dus hoe gaan we hem heten eigenlijk? Laat het even weten in de reacties, jongens. En even abonneren voor deze muis. Gaan we hem nu vrijlaten. Ik zeg Eddie. Laat even in de reacties weten of jullie een leuke naam. Eddie de muis. I really feel I'm blessed cause I was born with a talent to rhyme. But the stress got me this close to quitting sometimes. On a crowded A train every morning, I can't wait for the day. My hustle game don't gotta start.